Vandaag is de derde dag dat we aan Maizara gaan hangen. Robin begint met het springen ernaast, zodat we kijken hoe het paard op de op- en neerwaartse beweging naast zichzelf reageert. Als Robin zijn voet in de beugel doet, is het belangrijk dat hij begint met zijn teen tegen de singel en op het moment dat hij omhoog gaat, zijn teen wegdraait. Je ziet dat Maizara hier iets spannend vindt. Op dat moment blijf ik haar draaien, dus dat ik wil niet dat ze stilstaat, maar in het draaien wil ik dat ze comfortabel wordt en daar rustiger wordt. Zo. Daarna vraag ik Robin of hij iets meer omhoog wil komen, dus iets meer wil doen alsof hij op het paard zit. Het paard aan de andere kant beloont. En dan gaan we dit precies hetzelfde ook nog aan de andere kant doen. Zodat we weten hoe het paard reageert op wat we van hem vragen aan allebei de kanten. En we blijven een beetje ronddraaien totdat we zien dat het paard makkelijk meeloopt. En dan is het voor die dag genoeg.